Het Vosteen Kukru Festival, georganiseerd door het directoraat Cultuur, is gisteravond officieel geopend door First Lady Melissa Santokhi Sinetjeri en onderwijsminister Marie Levens. Dit festival moet het Surinaamse volk dichter bij elkaar brengen, maar moet er ook aan toe bijdragen dat de kennis van de culinaire cultuur wordt overgedragen. Minister Levens haalde aan dat de gerechten van de diverse bevolkingsgroepen in Suriname voor een bepaalde binding van de gemeenschap zorgen. De bewindsvrouw is ook de mening toegedaan dat de wereld moet zien dat er in Suriname geen probleem is ten aanzien van etniciteit. Met het Vosteen Kukru Festival moet er getoond worden dat de diverse bevolkingsgroepen in Suriname samenleven, samenwonen en samenwerken. Af en toe is het, maar dat geeft niet. Het hoort erbij. Zo af en toe hebben we wat scrimmages. We zijn het niet eens met elkaar. Duurt nooit lang. Duurt nooit lang. Dus laten we een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Een vogeltje heeft me al een boodschapje gestuurd dat de volgend jaar die Caribische mensen hebben gevraagd: hé, mogen we ook meedoen? Daarom zei meneer Braamsen net: dit is een oefening. Maar ze hebben het gezien, volgend jaar zijn ze hier, die Caribische mensen, en dan gaan we competen. First Lady Melissa Santokhi Sinetjeri zegt dat het Surinaamse eten altijd bijzonder zal blijven, omdat het nergens anders te vinden is. Ze benadrukt dat dit komt omdat onze voorouders uit alle streken van de wereld zijn gekomen met hun eigen specerijen. Dit maakt het Surinaams eten volgens haar tot een echte moxipatu. Met hun specerijen zijn ze gekomen en hier hebben we het versurinamiseerd. Want het is niet hetzelfde zoals in de overige buurlanden. Het is versurinamiseerd. Dat betekent wat eigen tintje, wat eigen smaak, wat extraatje. Want we combineren allerlei specerijen en we hebben er iets Surinaams van gemaakt. En dat is natuurlijk iets bijzonders. Het blijft iets bijzonders. En inderdaad, wanneer de buitenlanders komen, vragen ze: wat is in dat ding dat het zo lekker maakt? Ik zei: if I tell you, I have to kill you. Want dat is niet, dat is het geheim. Dus we kunnen het niet prijsgeven. Je moet er gewoon voor zorgen dat je terugkeert wanneer je de kans krijgt om het te eten. De First Lady zegt dat met onze diverse keuken Suriname de food destination van het Caribisch gebied moet worden. De organisator, Directoraat Cultuur, wil dit festival tot een jaarlijks terugkerend event maken. Naast de gerechten van elke bevolkingsgroep kunnen bezoekers ook genieten van Surinaamse muziek. Het Vosteen Kukru Festival is gisteren geopend op het Onafhankelijkheidsplein en wordt morgenavond afgesloten.